Ik hoop dat ik goed te verstaan ben voor iedereen. Mocht dat nou niet zo zijn, laat het ons even weten in de comments. Dan kunnen we het aanpassen. Vooralsnog krijg ik een duimpje omhoog dat het allemaal goed is. Ik denk dat we gaan starten. Welkom allemaal. Een hoop inschrijvingen vandaag. Hartstikke mooi, eerst van het jaar. BIM-modellen aansturen met Dynamo. We gaan lekker van start. Eerst een stukje over Cut & Company. Wie zijn we? Wat doen we? We worden omschreven als innovatieaanjagers. En dit doen we onder andere in een aantal disciplines. Bouw, civiel, industrie. Dat zijn de grote onder ons. Hier proberen we de bedrijfsprocessen te verbeteren, onder andere door inzet van nieuwe technologie, bijvoorbeeld Dynamo. En het geven van training op locatie, bij ons op kantoor of via ons online learning platform. Mocht je wat willen weten over onze opleidingsmogelijkheden, neem even een kijkje op katopleidingen.nl. Daar vind je alles terug over onze opleidingen. Op de foto zie je mij staan, met mijn collega's. Allemaal specialisten en ieder in zijn eigen vakgebied. Dit ben ik. Nogmaals, Michael van der Wal. Woon op dit moment in IJmuiden, 40 jaar. Hou van fotografie. IT is een dingetje van mij. Onder andere programmeren. Hockey hou ik van. Maker heb ik erbij gezet. Ik hou ervan om met Arduino dingen te maken, met Raspberry Pi, noem maar op. En onder andere natuurlijk ook het stukje Dynamo. Wil je meer van me volgen? Zoek me even op LinkedIn of op Twitter. Dat kan onder @MipaDemon. Let even op de A en de E. Dat wordt nog wel eens verkeerd gespeld. En op LinkedIn vind je mij onder Michael van der Wal. Deze webinar is een inleiding in de wereld van Dynamo. Wat is het? Wat doet het? Hoe pas je Dynamo toe? En waar? Dynamo stuurt geometrie aan met data. En hoe ziet deze datagestuurde geometrie eruit? En hoe nemen we deze bijvoorbeeld op in een BIM-omgeving? We gaan zien dat Dynamo de modellering en documentatietijd in bijvoorbeeld Revit helpt verminderen door vooral het automatiseren. Excuus. Als afsluiting gaan we bekijken een van de advanced features in Dynamo en dat is Python. Wanneer je een vraag hebt met betrekking tot deze webinar, technisch inhoudelijk, het vriendelijke verzoek om deze aan het einde van deze webinar te stellen. Let's go! Dynamo, wat is dat nou eigenlijk? Dynamo is een programma, een stukje software. En een van de dingen die wij met Dynamo kunnen doen is conceptueel ontwerpen. Ontwerpen wanneer we in de ideeënfase zitten, het voortraject. Ook in de overige fase, bijvoorbeeld DO en UO, kan Dynamo ons helpen. Dynamo is echt op veel vlakken in te zetten. Met Dynamo bouw je je eigen workflow en tools die je kunnen helpen om je modelleeruitdagingen, als je die hebt, slimmer en sneller op te lossen. Zo kun je bijvoorbeeld algoritme genereren om gegevens te analyseren, gegevens van externe bronnen uitlezen, deze bewerken eventueel, en geometrie in Dynamo zelf maken of vanuit Dynamo de geometrie in Revit-bestanden laten aansturen. Allemaal met behulp van de op Nodes gebaseerde visuele taal van Dynamo. Dynamo is open source software. En open source software betekent dat de broncode van de software vrij beschikbaar is voor het publiek. En doordat deze broncode vrij beschikbaar is voor iedereen, kan en mag deze aangepast worden en eventueel herverspreid worden, zonder dat de kosten aan auteursrechten en toeslagen bijvoorbeeld worden gerekend. Wat is dan het voordeel voor ons als eindgebruikers van Dynamo? Nou, de ontwikkeling van open source code gebeurt door gemeenschappelijke samenwerking van zowel individuele programmeurs als grote bedrijven. Dit betekent dat jij en ik als eindgebruiker invloed hebben op de ontwikkeling van deze software en dat eventuele foutjes in de programmatuur snel worden opgelost en het laatste, een hele belangrijke,
hulp vanuit de community is enorm. Hierover ga ik straks iets meer vertellen. Dynamo maakt generative en computational design mogelijk. Generatief ontwerp wordt omschreven als een vormvindingsproces dat de evolutionaire benadering van ontwerpen van de natuur nabootst. Dit proces begint met de door jou vooraf aangegeven ontwerpdoelen om vervolgens ontelbare mogelijke permutaties van een oplossing te verkennen om hieruit de beste optie te kunnen vinden. Door het toepassen van cloud computing kan je met behulp van generative design of ontwerp door duizenden of zelfs miljoenen ontwerpkeuzes bladeren, configuraties testen en van elke iteratie leren wat wel voor jou werkt en wat bijvoorbeeld niet. Het proces kan jou in ieder geval in staat stellen nieuwe opties te genereren die verder gaan dan wat de mens alleen zou kunnen creëren om tot een zeer effectief ontwerp te komen. Een voorbeeld van generative design door bijvoorbeeld Airbus, zoals in het plaatje te zien is. Deze bionische scheidingswand van Airbus die moest voldoen aan strenge parameters voor gewicht, spanning en verplaatsing in het geval van een botsing met een kracht van bijvoorbeeld 16G. Om de beste manier te vinden om aan deze ontwerptesten te voldoen, of aan deze eisen te voldoen, en het structurele skelet te optimaliseren, programmeerde het Airbus-team de generative ontwerpsoftware met algoritmes op basis van twee groeipatronen in de natuur. Nou, eentje van de slijmzwam en eentje op basis van zoogdierbotten. Ik heb de plaatjes er niet ingezet, dat ging wat ver. Het resulterend ontwerp is een ontwerp van tralies voorziene structuur die er willekeurig uitziet, maar is geoptimaliseerd, vooral om licht en sterk te zijn en om de minste hoeveelheid materiaal te gebruiken om te kunnen bouwen, wat toch wel belangrijk is in de vliegtuigindustrie. Met computational design bedoelen we globaal het vormgeven met behulp van rekenkracht van de computer en van scripting. Computational design maakt bijvoorbeeld vormen mogelijk die voorheen als extreem bewerkelijk golden. Denk hierbij aan het maken van een blokvorm. Een voorbeeld van zo'n blokvorm zie je op deze foto. Software. Tja, Dynamo is een zelfstandig 3D ontwerppakket. En in combinatie met bijvoorbeeld Revit heeft deze ook een koppeling naar de API. De Revit API is te vergelijken met bijvoorbeeld een ober in een restaurant, welke de bestellingen, ofwel de instructies vanuit de klant, in dit geval Dynamo, naar de keuken, wat dan weer Revit zou kunnen zijn, heen en weer te brengen. Deze instructies kun jij in Dynamo door middel van zogenaamde nodes samenstellen. Dynamo is booming en het merk je aan de steeds groter wordende groep van gebruikers en developers. Ik zie het ook aan een grote groep volgers van deze webinar. Waarvoor mijn dank. Wil je zelf ervaren hoe groot deze groep is? Neem bijvoorbeeld eens een kijkje op het forum van dynamobim.org. Samengevat. Dynamo is een open source software platform voor computational design en building information modeling. Door middel van een gebruiksvriendelijk visueel ingestelde interface worden logische routines geconstrueerd om workflows te vergemakkelijken en te automatiseren. Dan gaan we een live demo doen. En in deze demo maken we kennis met de interface van Dynamo en maak ik een begin met het creëren van Dynamo geometrie. We maken namelijk een onderscheid tussen geometrie in Dynamo en de door Dynamo aangestuurde Revit geometrie. Oké, let's get started. Ik heb Revit nu geopend. In principe, als je mee wil doen met een demo, dan kan dat als je Dynamo en Revit op je machine hebt staan. Kijk anders gerust even mee. Vanuit Revit open ik een bestand. En in het bestand zie je een slab getekend. Ik zal proberen om
ze alle twee te laten zien. Hier hebben we het dus puur over Revit geometrie. En we gaan deze geometrie gaan we nabootsen in Dynamo. Dus puur Dynamo geometrie maken. Nou, hoe doen we dat? We gaan naar Dynamo toe. En bij mij zien we bovenin mijn manage tab staan. Ik heb stiekem iets verplaatst naar voren. En een nieuw Dynamo bestand openen we met nieuw. Ik zal hem proberen ernaast te houden. Alright. Een geometrie in Revit, zoals we hier zien, zouden we kunnen opdelen in brokjes. We zien bijvoorbeeld dat zo'n slab 4 hoekpunten heeft. Die hoekpunten zijn verbonden met een rectangle. Zo'n rectangle, ofwel rechthoek, daar kunnen we weer een surface op baseren. En die surface kunnen we dan weer een verdikking aangeven. Nou, op deze manier kunnen we een beetje denken hoe we dit gaan namaken in Revit met behulp van nodes. Oké, gaan we proberen. Als eerste gaan we punt 1 maken, een punt in de linkeronderhoek. En dat kunnen we doen vanuit een library in Revit, in Dynamo. En onder geometry hebben we een point staan. En onder point hebben we een point by coordinates. Dit noemen we nou een node binnen Dynamo. En wanneer we een node zo neerzetten, dan zal die een default waarde hebben. In dit geval 0,0,0. Wanneer we hem boven de x houden, zien we ook een default value 0. Het mooie is, wanneer ik deze punt heb geplaatst in Dynamo, dan zien we meteen dat deze ook een koppeling heeft met Revit. Wanneer we namelijk in Revit kijken, dan zien we een blauw puntje ontstaan. Dat is hetzelfde punt als in Dynamo. Ik kan er alleen helemaal niks mee, want ik ben bezig met Dynamo geometrie. Oké, we moeten punt 2 gaan bouwen. Dat kunnen we weer doen met een point, point by coordinates. Wat er nu gebeurt, is dat hij het tweede punt direct bovenop punt 1 legt. Dat willen we niet, we willen namelijk het tweede punt willen we gaan verplaatsen. Dat kunnen we doen met inputs, namelijk voor de x-as. Nou, zo'n input kunnen we geven met behulp van een andere node. En het zou kunnen zijn een input node en dan een nummer. Alright. Daar kunnen we een waarde voor opgeven. 0 of 100. En die waarde die kunnen we dan koppelen aan x. En wat er dan gebeurt, en je ziet het misschien al gebeuren in het Revit scherm, dat het tweede puntje op 100 mm afstand komt te liggen. We kunnen ook switchen tussen de voorkant van Dynamo en de achterkant van Dynamo. De voorkant wil zeggen het scherm waar ik mijn nodes in heb getoverd. De achterkant wil zeggen de geometrie die je hier op de achtergrond ziet. Nou, dat kan ik hierboven doen. En nu zie je de twee nodes die ik zojuist heb gecreëerd, zie je op de achtergrond. Ik wil hem niet op 100 hebben, maar ik wil hem op een meter hebben, want dat hadden we hier gezien. De afstand van mijn slab is een meter. Dus ik maak daar even een meter van. Pas weer even mijn scherm aan. Oké. Ik heb nu twee punten gemaakt. Nu moet ik nog punt 3 en punt 4 creëren. Nou, voor punt 3 en 4 zou ik weer kunnen kiezen om te gaan naar geometry, point en dan point by coordinates. Er is een iets snellere manier voor, namelijk via Ctrl-C en Ctrl-V, ofwel de copy en de paste. Eén ding wat opvalt, is op deze manier zie je dat zo'n node, zo'n number node, die ik heb gebruikt voor mijn input, gewoon hergebruikt wordt. Ik kan dus zo'n input kan ik meerdere keren gebruiken. Ik wil deze nu niet op x hebben, maar ik wil deze input gebruiken voor mijn waarde i. Ik zal hem weer even maximaliseren.
Zo. Voor mijn waarde i. Dus ik heb nu 3 punten gecreëerd. Namelijk punt 1, punt 2 en punt 3. Ik wil nu ook nog punt 4 gaan creëren. En dat is net zo makkelijk als we net hadden gedaan. Ik gebruik nu alleen mijn toetsenbord, Ctrl C en Ctrl V. En dat doe ik ook voor mijn number node, Ctrl C en Ctrl V. En dat is mijn x-waarde en mijn y-waarde. Je ziet dat er een waarschuwing komt. Ik heb wel 4 punten, dus alles gaat nog goed. Kijk maar, ik heb hier 1 punt, hier, hier en hier. Ik heb echter wel een waarschuwing hier. En dat zie ik omdat die geel is, met zo'n ballonnetje erboven. Wanneer ik op dat ballonnetje ga staan, dan krijg ik een omschrijving. Wat is er dan precies aan de hand? Nou, in dit geval is mijn working range is niet goed. Dus die kan ik veranderen in mijn settings, geometry working range, en ik zet hem even op large. Voilà. Alles is nu goed. Nou, in mijn Revit zie ik de 4 punten. Wat gaan we dan doen? In ieder geval opslaan. Hoe vaak gebeurt het niet dat je eindeloos bezig bent in een script, en je denkt er wel de hele tijd aan om op te slaan, doet het niet en vervolgens crasht het. Dat wil wel eens gebeuren. Nu kun je terughalen van de backups. Alleen als je die niet hebt, dan wordt het een lastig verhaal. Dus we gaan hem gewoon even opslaan. Vanuit home zien we nu staan met een sterretje. Dat betekent dat hij is nog niet opgeslagen. Dus we kunnen zeggen file. En dan save as. En we kunnen hem ergens opslaan. Ik noem dit gewoon even test 1. En we slaan hem op. Nu is het sterretje hierboven ook weg en we hebben hem netjes opgeslagen. Wat ik graag nog meer wil vertellen is, wanneer je gaat bouwen met scripts, doe je dat in principe niet voor jezelf. Ja, tuurlijk doe je het voor jezelf, maar ook voor je collega's eventueel. Dus dan is het wel heel handig als je je scripts ook voorziet van documentatie. Stel dat ik mijn script of dit script over 2 weken weer open, dan heb ik eigenlijk niet zoveel benul van wat ik nou precies op dit moment heb gedaan. We kunnen op verschillende manieren kunnen we informatie toevoegen. Een ervan is met een node, en dat is niet de node, maar de note. En het is op deze manier een nieuw node. En hierin, ik zal even het schermpje weer tevoorschijn toveren. Daar zijn we. En hierin kunnen wij bijvoorbeeld zeggen dat dit punt 1 is. Een andere manier, en dat is de manier die ik eigenlijk heel veel gebruik, is gewoon dubbelklik in mijn scherm. Ik krijg een codeblok. En in dat codeblok kan ik ook commentaar zetten. En dat doe ik met 2 forward slashes. En dan kan ik gewoon inzetten punt 2. Nou, op deze manier kun je voor iedere node, als je dat zou willen, kun je gewoon een stukje commentaar erbij geven. Wat doet het? Waar is het voor bedoeld? Oké, we gaan verder met ons modelletje. Ik moet een rectangle maken. Ik wil namelijk die 4 punten die we hebben gemaakt, die ga ik verbinden met elkaar. En dat kan ik doen door middel van een rectangle. En dan gaan we naar geometry. En dan hebben we, onderin hebben we rectangle. En ik heb hier een keuze uit by corner points, punt 1, 2, 3 en 4. Hetzelfde als met de punt nodes, vraagt deze ook gewoon op een input. In dit geval, als ik dan boven zo'n input ga staan, zien we point 1 staan. Dus ik ga punt 1 ga ik verbinden. Ik ga punt 2 ga ik verbinden. 3 en 4. Dan gebeurt er weer iets merkwaardigs, namelijk weer een foutmelding. Hoe komt dit? Laten we dat eens even uitzoeken. Input points don't form a valid rectangle. Dat wil zeggen, de manier waarop ik mijn punten heb verbonden, een bepaalde volgorde, daarmee kan ik geen rectangle maken. Ofwel, ik heb eerst gezegd punt 1, vanaf dit punt hieronder, ga dan naar punt 2, tot zover gaat het goed,
Alleen dan hebben we punt 3 en die gaat dan diagonaal. En zo kunnen we dus geen rechthoek maken. Dus we moeten iets in de volgorde veranderen. Dus laten we zeggen, punt 2, dat moet dit punt worden. Dit punt moet dan punt 3 worden. Dus die verbinden we naar punt 3. En punt 4, ons allerlaatste punt, dat is dit punt. Dit is een van de manieren om het op te lossen. Dynamo kent ontelbare manieren. Wees gewoon creatief. Daar is Dynamo ook voor bedoeld. Dit is in ieder geval de oplossing die wij nu gaan maken. Ik heb een rectangle gemaakt. En we hebben de foutmelding gecorrigeerd. Nu moeten we nog een dikte en een surface gaan geven om ons modelletje na te maken. Dat kunnen we doen met behulp van... Oh, en mijn muis gaat heel gek doen op dit moment. Ja, daar is die weer. Dat kunnen we doen met een surface. En in dit geval kies ik voor een surface by patch. En als input, daar heb je dat woord weer, gebruiken we een closed curve. In dit geval de rectangle. Nou, we hebben een mooi surface liggen. En de grenzen zijn mijn rectangle. Oké. Rest ons in ieder geval nog één ding te doen. En dat is namelijk een dikte gaan geven. Tot nu toe hebben we alleen maar de nodes gebruikt om dingen te creëren. Je hebt ook nodes die bepaalde handelingen op iets uitvoeren. En die herken je aan een bliksemschichtje. In dit geval wil ik een handeling uitvoeren op mijn surface. Ik wil daar een dikte aan geven. Dus daar hebben we bijvoorbeeld de tikken voor. En de tikken zorgt ervoor dat een bepaalde surface, dat daar een extrusion op uitgevoerd wordt, dus een verdikking op gemaakt wordt. Die heeft dan twee inputs nodig. Die hadden we nog niet gezien met twee. In eerste geval een surface. En in de andere geval willen we een thickness hebben, een dikte. Nou, wanneer ik dubbelklik op mijn schermpje, krijg ik weer een codeblok. En daar kan ik bijvoorbeeld 100 mm in aangeven. Door gewoon 100 te typen. Een dikte. En ik moet natuurlijk de surface aangeven. En nu zie je in mijn Dynamo geometrie dat daar een dikte aan is gegeven. En dat ik mijn vloertje, zoals die in Revit stond, ook in Dynamo heb staan. Eén probleem misschien nog met deze. Hij haalt namelijk zijn dikte vanuit de middellijn vandaan. Dus in het geval wanneer ik zeg hij moet 100 dik worden, gaat hij 50 omhoog en 50 naar beneden. Gelukkig zijn er meerdere nodes beschikbaar. En die kunnen we dus gaan gebruiken. Bijvoorbeeld de thicken of thickness both sides. Precies dezelfde node, alleen deze heeft één extra input. En dat is namelijk een boolean waarde. En een boolean wil zeggen, is iets waar of is iets niet waar? In dit geval moet hij beide kanten opgaan met zijn dikte of moet hij maar naar één kant gaan. Nou, ik zal deze even uitzetten. Ik kan weer deze waarde gaan gebruiken. Ik kan dezelfde surface gaan gebruiken. En hier moet ik nu alleen nog een boolean waarde aangeven. Je ziet, hij staat standaard staat hij op waar, dus hij gaat weer beide kanten op. Dus ik zal ervoor zorgen dat we een boolean waarde daaraan hangen. Oeh, dat was de verkeerde. Daar is die boolean. En wanneer ik hem nu op false zet, dan zal je zien, mijn vloer gaat nu naar beneden toe. En zo simpel kan het af en toe zijn in Dynamo. Dit is alleen nog maar puur Dynamo geometrie. Dus er gaat nog niks door naar Revit. Daar komen we zo meteen op. Dynamo is vooral visual programming voor non-coders. Ook al komt het woord programming vaak terug wanneer er gesproken wordt over Dynamo, programmeren is absoluut geen vereiste om gebruik te kunnen maken van Dynamo. Met een basistraining Dynamo maak je bijvoorbeeld kennis met de software. Je leert oplossingen bouwen zonder een ingewikkelde programmeertaal te moeten leren, zoals
nou, noemen ze wat C of C++. Wil je daarna meer, dan kun je ook nog gaan verdiepen in bijvoorbeeld Python. En dat is de programmeertaal waarop Dynamo gebouwd is en waarmee je de functionaliteit gewoon totaal naar eigen hand zou kunnen zetten en nog verder zou kunnen gaan in het automatiseren. Misschien heb je Dynamo al geïnstalleerd staan, maar mocht het niet het geval zijn en wil je het proberen, dan kun je de standalone ofwel de sandbox versie van Dynamo downloaden. Die kun je terugvinden vanaf de Dynamo website en die is te vinden op dynamobim.org. Maar ben je in het bezit van bijvoorbeeld Autodesk ASA Collection, dan heb je misschien de applicatie Autodesk Dynamo Studio voorbij zien komen. En dit is een stukje software, een oplossing van Autodesk en die heeft Dynamo geïntegreerd. Het voordeel van het gebruik van deze Dynamo Studio is dat deze ook een koppeling heeft met een Autodesk cloud-omgeving. En in deze cloud-omgeving kun je je Dynamo-model opslaan en delen met bijvoorbeeld de klant, die zijn of haar aanpassingen dan kan doorvoeren door middel van sliders of andere inputs. De cloud-omgeving wordt ook gebruikt door Project Fractal. En deze omgeving staat er toe om vanuit een cloud-omgeving generative design toe te passen op je Dynamo-script. Wanneer je je gemakkelijk voelt bij het gebruik van Dynamo, of misschien wanneer je wat meer ervaring mee hebt, moet je zeker even gaan spelen met dat Fractal, want het is ontzettend leuk. En heel gaaf om een keer te zien. Je kan het vinden op home.fractal.live. In de vorige demo heb je kunnen zien dat er geometrie te maken is in de Dynamo-omgeving. Maar we kunnen Dynamo ook inzetten om geometrie te maken in Revit. En dat gaan we met de volgende demo laten zien. Dan zal ik de vorige even afsluiten. Deze kunnen we al openlaten. Of versluiten. Ik open Dynamo weer. En waar is mijn schermpje gebleven? Die is hier. En ik zeg open. En ik heb wat voorbeelden gemaakt. Let erop bij het openen in ieder geval van Dynamo op het onderstaande vinkje. Open in manual execution mode. Dat wil zeggen wanneer je een Dynamo script start, dat in ieder geval niet je script meteen gaat lopen. Dit is hetzelfde script als dat we net hebben gezien. Met de complete opbouw ervan. Er zijn weer een aantal punten gemaakt. Vervolgens hebben we een verbinding gemaakt waardoor we een rectangle krijgen. We hebben een dikte gegeven aan ons model. Je ziet in ieder geval wel wat anders hierin, namelijk een number slider. Zo'n number slider, dat is niets anders dan een dynamische input van je waardes. In dit geval kan ik aangeven, ik wil mijn dikte van mijn slab wil ik tussen de 100 mm en de 200 mm hebben. En dat kan ik dan instellen hier, minimaal 100, maximaal 200, in stapjes van 10. Vervolgens komt daar een dikte aan mijn vloer. En we gaan nu een vloer maken in Revit. Ik zal deze even bevriezen. En dat doe ik zodat wanneer ik op run klik, dat deze opdracht niet uitgevoerd wordt. En dat doe ik omdat we dan kunnen zien wat we tot nu toe hebben gemaakt. Dus ik klik even op run. Hier waren we gebleven. En ik zal hem even op automatisch zetten.
kunnen we meteen even zien wat zo'n slider dan doet. Wanneer ik aan zo'n slider heen en weer beweeg, dan zie je dat daar een bepaalde dikte aankomt. Ik zal ook nog even in Revit demonstreren hoe dat eruit ziet. Je ziet dat blauwe lijntje eronder. Zie je dan dikker en dunner worden. Dat is de dynamische input. Oké. Wanneer ik nou zo'n slab zou willen maken in Revit, met behulp van Dynamo, dan kan ik daar een node voor gebruiken. Die heet Floor by Outline Type and Level. Wanneer je eerst Revit hebt gestart en dan vanuit Revit je Dynamo hebt gestart, dan zie je dat daar in die library een Revit stukje in staat. En in dat Revit stukje heb je allemaal Revit nodes, Revit gekoppelde nodes zitten. En een daarvan is de Floor by Outline Type and Level. En die zien we hier terug. Floor by Outline Type and Level. Nou, wat doet zo'n node? Die heeft als input heeft hij een aantal curves nodig, een outline curve. En die hebben we eerder gecreëerd vanuit de rectangle. De rectangle die genereert, als je naar de output kijkt, zegt die rectangle, maar dat zijn niets anders dan gewoon curves die eruit komen. Dus die gebruiken we als input voor deze node. Wat wil deze nog meer hebben? Een floor type. Nou, die vloertypes, je kunt of vloertypes uit je Revit selecteren, of je kunt, als je weet, zeker weet dat je hem in je bibliotheek hebt staan, kun je hem ook handmatig ingeven. En dat kunnen we doen met een floor type by name. En vervolgens pakken we daar een andere input node bij. We hebben net de number gehad, we hebben de sliders gehad. We hebben ook een input node en die heet string. En daar kunnen we gewoon tekst intypen, dus bijvoorbeeld een 150 mm. Het laatste wat hij nodig heeft is, waar moet ik mijn vloer gaan plaatsen in Revit? Aan welk level? Daar hebben we ook een selectiemethode voor vanuit onze Revit library en die heet levels. En in dit geval heb ik maar twee levels staan in mijn Revit, level 1 en level 2. Ik hang hem aan level 1 en vervolgens, ik zal hem even devriezen of ontvriezen. En vervolgens, hij staat op automatisch, heeft hij voor mij een vloer gegenereerd. Een 150 mm vloer. En die staat hier in mijn Revit op dit moment. Ik heb hem geselecteerd en hier in mijn Properties Palette zie je hem terugkomen. De generic 150 mm. Een ander voordeeltje, wanneer ik nou een heleboel vloeren heb. Je ziet ook dat hij hierachter zet hij het ID neer. Dus wanneer ik daarop klik, dan zal hij direct naar het bepaalde element toe gaan. Met Dynamo heb je een gigantische out-of-the-box toolset tot je beschikking. En een aantal goede resources voor het vinden van informatie met betrekking tot Dynamo en het gebruiken van zijn bijvoorbeeld de Dynamo Primer. En die kun je terugvinden onder dynamoprimer.com. De Dynamo Primer is een uitgebreide gids voor het visueel programmeren met behulp van Dynamo. En het online handboek is opgezet met een duidelijke uitleg en voorbeelden van beschikbare basisnodes. Dus het is een mooi startpunt. Je kunt tevens ook terecht op het Dynamo Forum. En in het forum vind je in ieder geval enorm veel enthousiastelingen. Dus heb je een probleempje of wil je iets nieuws zien of gewoon eens even struinen en kijken hoe het eruit ziet. Neem er vooral eens een kijkje. En we hebben ook nog de Dynamo Dictionary. Dat is een database, een doorzoekbare database voor het vinden van Dynamo functionaliteiten. Je vindt wat uitleg over nodes, voorbeeldbestandjes, koppelings naar meer informatie met betrekking tot bijbehorende workflows. Kortom, voorbeeldjes genoeg. Dit was even snel een Google search
op Dynamo. Nou, je ziet hoeveel informatie er al terug te vinden is. En wanneer je misschien een paar keer met Dynamo gestoeid hebt, wil je misschien ook wel weten hoe het echt werkt. En de reden weten bijvoorbeeld waarom nodes op een bepaalde manier gekoppeld zijn. En weten waarom een script juist wel of juist totaal niet bepaalde handelingen uitvoert. Dan is klassikale training in ieder geval een goede optie. En velen hebben er al voor gekozen om deze ook te volgen. Is deze webinar jouw eerste kennismaking? Of heb je er al iets mee gedaan? Of heb jij Dynamo in je workflow zitten? Maar je wilt toch begrijpen waar je mee te maken hebt. Dan is een training zeker iets voor jou. Trainingen geven wij in ieder geval in onze trainingslokalen in Wormerveer en Oosterhout. Of indien gewenst op locatie bij jullie kantoor. We gaan nog even door met een andere live demo. We hebben namelijk gezien dat we in Dynamo geometrie kunnen maken en Revit geometrie kunnen creëren met behulp van Dynamo. Maar het is ook mogelijk om Revit geometrie naar Dynamo toe te halen. En dat gaan we in de volgende gaan we dat zien. En dan gaan we weer even switchen naar onze Revit-omgeving. En daarbij zal ik... Waar is mijn muis gebleven? Ah, daar is die. Ik zal deze weer netjes afsluiten. Daar is mijn Dynamo weer. Of mijn Revit bedoel ik. Ik hoef hem niet op te slaan. En op, we gaan nog even door met deze. De Simple Slabs. WT. En we openen Dynamo weer. En ik kies voor open... De Simple Slabs. Alright. Ik had hem weer geopend met Manual Execution Mode. En daarom zien we links onderin in ieder geval dat hij op Manual staat. We kunnen Revit geometrie selecteren. En deze dus binnenhalen in Dynamo. Om dat te doen wil ik eerst even wat nodes gaan bevriezen. Freeze. Ik hoop dat het in ieder geval te zien is op jullie scherm welke notes ik gebruik. Dit is het stukje wat voor nu even belangrijk is. Het selecteren van Revit geometrie en het overbrengen naar Dynamo. Ik heb nogmaals Dynamo gestart vanuit Revit en daardoor heb ik de koppeling met de Revit notes. En vanuit die Revit notes heb je een stukje dat heet Selection. En een van die nodes die je dan kan gebruiken is Select Model Elements. Ik zal hem even op automatic zetten. En wat je dan kan doen met die Select Model Element is het knopje Change gebruiken. En vervolgens kan ik gewoon vanuit mijn Revit geometrie kan ik gewoon een element selecteren. En die zie je vervolgens terugkomen in Dynamo. Het Element Geometry gedeelte. Dat zorgt er ook daadwerkelijk voor dat het gekozen elementje omgezet wordt naar een Dynamo geometrie. En wanneer wij klikken, normaal staat dit zo, maar wanneer wij klikken op dit uitklapmenuetje, dan zie je ook wat die heeft gegenereerd. En in dit geval is dat een solid. We kunnen hier een paar leuke dingen mee doen. Het is nu dus Dynamo geometrie. Stel dat ik bijvoorbeeld het centerpunt van onze slab zou willen hebben, dan kunnen we dat bijvoorbeeld... Vanuit onze Dynamo nodes kan ik dan een solid centroid nemen. En die solid centroid die bepaalt voor ons het middelpunt. Hij staat nog steeds op automatic, dus hij zal automatisch, wanneer ik hem niet meer bevroren heb staan, zal hij hem uitvoeren, het script. Dus je ziet ook direct mijn solid centroid waardes terugkomen. Wat kunnen we hier nog meer mee? We zouden bijvoorbeeld een fillet op onze randen kunnen toepassen. En ik zet hem nu wel weer even op manual. En dan zal ik hem even... Oh, het was niet deze. De eerste moeten we dan hebben. Freeze.
En deze ook even zo. Wat we hiervoor moeten doen is een beetje reverse engineering toepassen. Dus we hebben het eindresultaat in gedachten. En dan gaan we kijken van hoe komen we tot dat punt. We willen een fillet willen we gaan toepassen op onze solid. Nou, wat heeft dat nodig? Een solid. Die hebben we net al verkregen vanuit onze element geometries. We hebben edges nodig. En we hebben een radius nodig. Nou, die radius, dat is niet zo moeilijk. Dat was gewoon een codeblok. Of een number node. Alleen, die edges, hoe komen we daar nou aan? Nou, als eerste gaan we een geometry explode toepassen. En dat doen we omdat we de randen willen krijgen. Dus wanneer ik nu op run klik, dan gaat hij alles al uitvoeren, maar we kunnen zien wat er gebeurt. We begonnen met een solid. Die heeft hij geëxplodeerd in allemaal surfaces, in allemaal oppervlaktes. Van die oppervlaktes pakken we alle edges, alle randen. En die randen, die gebruiken we weer voor de fillet. Nou, als eindresultaat kun je hier ook al zien, is dat hij een fillet op onze randen toepast. Belangrijkste is even voor nu om te weten dat we dus ook met behulp van Select Model Element, dat we gewoon geometrie vanuit Revit naar Dynamo kunnen halen. Tja, programmeren of visueel programmeren. Vaak wanneer het woord programmeren voorbij komt, in gesprekken bijvoorbeeld over Dynamo, wordt het in ieder geval door heel veel geroepen dat programmeren niet echt voor hun is. En ja, de redenen kunnen zijn, ik vind het te moeilijk om te leren en te begrijpen. Of programmeren is toch iets voor een developer. Of programmeren heeft helemaal niks met ontwerpen te maken en ga zo maar door. In veel gevallen is het wel waar over programmeren, maar wat Dynamo zo geschikt voor ons maakt, is dat het om visual programming gaat. Nou, daarover een klein stukje historie. Een tijdje terug, misschien dat sommige van jullie het in ieder geval nog steeds gebruiken, maakte ik in ieder geval gebruik van Autolisp en VB-script voor AutoCAD. En Autolisp en VB-script wordt opgepakt juist door die tekenaar die net even iets meer willen met AutoCAD of net even het ene willen automatiseren. Ofwel repeterende taken automatiseren. Het leren van Autolisp en VB-script is echter een stukje lastiger dan het leren van Dynamo. Tenminste, dat vond ik toen. Waar in Autolisp en VB-script gebruik gemaakt wordt van coderegels, regels schrijven, maakt Dynamo, zoals je gezien hebt, gebruik van nodes en verbindingen maken. Individuele taken en functies die zijn ondergebracht in deze nodes. En dit betekent dus eigenlijk dat je geen code hoeft te schrijven. Het is eigenlijk allemaal gedaan voor je. Elke node heeft een eigen input en output. En die nodes worden met elkaar verbonden met lijntjes. En het effect van die verbindingen wordt getoond op een grafische 3D achtergrond. In het voorbeeld is een puntenrij gecreëerd met twee soorten nodes. Ofwel een number sequence zoals je daar ziet. En de point by coordinates. Nu je ongeveer een idee hebt van hoe je koppelingen kunt maken tussen Dynamo en Revit, kunnen we dit uitbreiden naar eigen inzicht. En in het volgende voorbeeld heb ik een model met daarin ruimtes gedefinieerd, rooms. En op basis van deze rooms wil ik automatisch vloeren laten genereren. Nou, laten we gaan kijken of dat gaat lukken. Daarvoor switch ik weer naar mijn Revit. En op zoek naar mijn muis. Daar is die. Nou, die hoef ik niet op te slaan. En we sluiten deze even af. En deze ook. Alright. We zeggen open. En dan pakken we de rooms. En we zeggen open. Alright. Ik heb een aantal wanden geplaatst. Ik heb daar rooms in geplaatst.
En op basis van deze rooms wil ik gewoon automatisch wil ik daar vloeren gaan plaatsen. En daar hebben we eigenlijk helemaal niet zo'n moeilijk script voor nodig. Dat valt gelukkig best mee. Maar het moet wel even gedaan worden, dus we gaan dat gewoon proberen. En daarvoor openen wij Simple Slab from Rooms. Oké. Wederom op Manual Execution gezet. Het eerste node wat je hier ziet, dat lijkt heel veel op het vorige selectienode. Alleen selecteert dit node de categories. Dus hij zal alle ruimtes binnen ons Revit project zal die gaan selecteren. Vervolgens zal die deze overbrengen naar mijn Dynamo omgeving. En ik hoop dat ik alles al bevroren had. Ja, dat had ik zeer zeker. Dus wanneer ik op run klik, dan zie je dat hij hier een aantal rooms hebt toegevoegd. 4 rooms als het goed is. 1, 2, 3 en 4. Nou, dat klopt wel aardig. En we kunnen deze room informatie kunnen we even overhalen naar onze Dynamo omgeving. En daar hebben we een node voor, Element Geometry. Ik zal hem even aanzetten. En dit is geen verplichting, dit is gewoon puur als visualisatie bedoeld. Gewoon een extra hulpmiddeltje om te kijken van waar ben ik nou precies mee bezig. Je ziet dat de rooms in Dynamo gevisualiseerd worden. In de 3D-omgeving. En wat we dan kunnen doen, we kunnen de grenslijnen van deze ruimtes kunnen we eruit halen. En dat kunnen we doen met een Room Core Boundary node. Dus wanneer ik die ook weer bevries, deze, zo, en ik zeg nu run, dan zie je dat hij de lijnen heeft gecreëerd. En je ziet het ook op de achtergrond, misschien is het, ik hoop dat het te zien is, goed te zien is. Je ziet dat er nu allemaal van die zwarte lijnen gemaakt worden. En dat zijn onze room boundaries. Deze laat ik nog even bevroren. En waarom doe ik dat? Ik heb namelijk nu de grenswaardes voor mijn vloer die ik zo meteen wil maken. Nou, wat heb ik daar dan voor nodig? We hadden hem al gezien. Een floor by outline type en level. Nou, die outline die ik hier heb, wanneer ik daar bovenop ga staan, dan zie ik daar staan polycurve. En die polycurve, die heb ik dus nodig. Het enige nadeel van onze eerste node, de room by core boundary, is dat die lijnen genereert en geen polycurves. Dus die zal ik nog even moeten omzetten. En dat is iets wat je in Dynamo tegen gaat komen. Je probeert iets, het werkt net niet. Gewoon goed kijken wat er aan de hand is. Er is altijd even een node extra voor. Ik doe even een toe, zoals het heet in het Engels, denk ik dan. In ieder geval dat hij niet meer bevroren is, zodat hij daar polycurves van gaat maken. Even kijken, die was nog steeds bevroren. Oké. En ik klik even op run. Dan kun je namelijk het verschil zien, hoop ik. Ik zal hem even wat groter maken. Tussen die twee nodes. De eerste maakt allemaal lijnen. En de tweede, die heeft daar netjes allemaal polycurves van gemaakt. En dat is nou precies wat we nodig hebben. Ja, een van de belangrijke dingen binnen Dynamo is het werken met lijsten. En we zien hier in ons voorbeeld zien we al een list 0 staan, een list 1 staan, een list 2 en een list 3. We kunnen ook individueel kunnen we zo'n lijst gaan gebruiken door gewoon een codeblok. We kunnen hem ook vanuit onze core en dan list halen. En dan vanuit een van deze opties kunnen we met lijsten werken. We kunnen dat ook gewoon in een codeblok schrijven. Dit is gewoon puur om jullie even te laten zien dat er meerdere mogelijkheden zijn. En een van die dingen is bijvoorbeeld, ik zeg outline 0 of outline 1. Wat dat wil zeggen is dat hij pakt de output van deze lijst. En die 0 wil dan zeggen, pak maar het eerste item uit die lijst. En vervolgens pak hier het tweede item, enzovoort, enzovoort.
Om dit per elementje te doen of per item te doen, dat is natuurlijk niet handig. Dus we willen dat graag automatiseren. En daarvoor hebben we iets dat heet ListMap. En wat doet dat dan, zo'n ListMap? Nou, die ListMap is een functie en die itereert eigenlijk door een lijst heen. En in dit geval is dat een lijst met polycurves. En vervolgens pakt hij van elk item in die lijst, gaat hij gebruiken om daar een bepaalde handeling op te verrichten. Dus ik zal deze even aanzetten en dan beginnen we met deze en mijn ListMap. Deze hebben we net gezien, de floor by outline type en level. Het enige verschil met het script van net is dat we hier geen outline in aangeven. En dat komt omdat ik een ListMap eraan heb gehangen. En zoals ik al zei, hij itereert door die polycurves heen om vervolgens daar een bepaalde handeling op te verrichten en die handeling is een vloer maken. Dus wanneer ik nu op run klik, dan zien we als output hieronder komen dat die vloer heeft gegenereerd. En het zou leuk zijn als we dat dan ook terugzien in ons model. Dan pak ik hem even op de andere kant. Een beetje verkleinen, dan kunnen jullie het zien. En daar zijn ze. Dus we hebben nu vloeren gemaakt. Er is die vloer, generic 150 mm. We hebben vloeren gemaakt op basis van ruimtes. En uiteraard is het ook weer terug te zien in ons Dynamo geometrie. Oké. Wanneer je een eindgebruiker bent in Revit en niet in mogelijkheid bent om scripts te bouwen of je kunt het niet of om wat voor reden dan ook, dan kun je nog steeds Dynamo scripts gebruiken zonder dat je ook daadwerkelijk echt de kennis daarvoor nodig hebt. En om Dynamo scripts te kunnen gebruiken kun je bijvoorbeeld ook de Dynamo player gebruiken. De Dynamo scriptbouwer heeft dan een aantal veel voorkomende scripts op een gedeelde plek neergezet. En dit kan bijvoorbeeld een netwerkschijf zijn. En jij als eindgebruiker hebt er dan toegang toe door middel van de Dynamo Player knop in Revit. En de Dynamo Player is in Autodesk Revit terug te vinden in het Visual Programming tab onder het Manage Ribbon. Een viertal ruimte, zoals we net hebben gezien, is niet zo heel erg spannend om te voorzien van vloeren. Zelfs handmatig zou je dit nog kunnen doen. Maar wat nou als het gebouw ietsjes groter is? Dat gaan we in deze demo zien. En deze keer zal ik dan ook gebruik gaan maken van de Dynamo Player. Oké, let's go. Ik sluit Dynamo af, het script. En dan toveren we Revit weer tevoorschijn en dan zal ik deze even sluiten. En dan zeggen we open. En dan zullen we een iets groter modelletje pakken met iets meer ruimtes erin. Oké. We hebben een gebouw, iets meer rooms erin. Maar het principe is hetzelfde. Het is zelfs zo leuk dat we het script dat we net hebben gebruikt, het simpele scriptje, ook gaan toepassen op dit gebouw. En we gaan gewoon kijken wat het doet. Alleen nu gaan we dat doen dus met behulp van de Dynamo Player. En die knop die vind je zoals gezegd in het Manage Ribbon. En dan ben ik hem even kwijt. Dan zit hij op een andere scherm. Excuus, ik zal hem even naar voren toveren. En zo ziet de Dynamo Player eruit. En ik heb hem alvast neergezet. Zodat hij wijst naar de folder met de scripts die ik net heb gebruikt. En ik heb hier een scriptje in staan. Precies hetzelfde scriptje als net. Voor meerdere ruimtes. Maar nogmaals, het is gewoon hetzelfde. Het leuke van de Dynamo Player is dat je ook nog de mogelijkheid hebt tot het instellen van bijvoorbeeld sliders die in het echte script ook staan. En dat kun je doen door op dit knopje te drukken.
op dat zwarte icoontje. En hier zien we dus wat voor inputs we nodig hebben. Namelijk de select die we hebben gezien. We willen alle ruimtes willen selecteren. Wat voor vloertype willen we gebruiken? In dit geval een generic 150 mm. En op wat voor level willen we de vloeren genereren? Nou, ik zou ze bijvoorbeeld willen hebben op de entry level. Dus ik kan hier zeggen entry level. Het volgende wat we moeten doen. Op play drukken. En vervolgens is hij aan het runnen. Hij zegt run complete. En wanneer ik nu ga kijken, ik zal hem even filteren, check none. Zie ik ineens, hey, daar zitten gewoon netjes mijn vloeren in. Van 150 mm. Dus op deze manier kunnen we ook nog door gebruik maken. Stel, je weet niks van Dynamo, gebruik gewoon de Dynamo Player. Je kunt ook nog iets verder hierin gaan. Namelijk het potloodje aanklikken. En wat er dan gebeurt, dan opent die Dynamo. Ik zal hem even naar mijn andere scherm halen. Zo. En dan laat hij ook het script zien. Dus je kunt precies zien, dit is hetzelfde script als dat we net hebben gebruikt voor die viertal vloertjes. Dus ook vanuit het echte script kunnen we ook gewoon Dynamo laten draaien. Bijvoorbeeld met een 300 mm. Ik wil hem op 0,2 floor hebben. Ik druk op run. En vervolgens doet hij precies hetzelfde als met onze Dynamo Player. Alleen het voordeel hiervan is dat ik ook nog in Dynamo zelf de geometrie terug kan zien. En zoals ik al eerder zei, die ID's die je hier terug ziet, wanneer je een bepaalde floor wil selecteren, je weet niet precies waar die zit, klik er gewoon op. Bijvoorbeeld vloer 11. En wat er dan gebeurt, is dat hij in Revit naar het bepaalde ID toe gaat. Dynamo is als standalone te gebruiken. En de kracht ligt echter in het samenwerken met bijvoorbeeld andere applicaties. We hebben gezien Dynamo en Revit. En dit wordt dus ook veel gebruikt. Het eerste plaatje linksboven op je scherm. Oh, ik zal de player even weghalen. Het eerste plaatje linksboven toont Revit geïmporteerde maas in Dynamo. En rechtsboven zie je bijvoorbeeld geometrie. Welke vanuit Dynamo teruggeplaatst is in Revit. Met daarop wat puntenrijen. En die puntenrijen worden gebruikt bij het plaatsen van bijvoorbeeld dakspanten. En dat zie je dan weer op het plaatje linksonder. En de geometrie in dit plaatje is in Revit geometrie. Dus geen Dynamo geometrie meer. Het plaatje rechtsonder, daar zie je de opbouw in Dynamo met behulp van de standaard Dynamo nodes. Het zijn dus allemaal dat hele rijtje wat je daar ziet. Dus al die nodes die je hier ziet. Daar komt geen enkele regel programmacode aan te pas. Dus zoals we al zeiden, voor de non-coders ook echt de bedoeling. Het voordeel van Dynamo in dit voorbeeld is dat bijvoorbeeld de staalconstructie dynamisch aangepast kan worden wanneer bijvoorbeeld de onderliggende massa verandert. Mocht er bijvoorbeeld in het ontwerpproces besloten worden dat de massa wordt vergroot of verkleind, dan kan je simpelweg door het opnieuw selecteren van die massa een nieuw frame opbouwen. Heel veel Dynamo en Revit. We hebben ook Dynamo, Revit work, of, Dynamo Workflows. In dit plaatje zie je in ieder geval een Dynamo naar Revit naar Advanced Steel. Dat zou een workflow kunnen zijn of naar robotics of andere applicaties. Bijvoorbeeld voor Advanced Steel, zoals ik al zei, Nevis Works, Formit.
Maar denk ook bijvoorbeeld groter in disciplines. Dus voor architectuur, constructie, de industrie. Dynamo is bijna in alle, nou, ik geloof wel in alle takken van sport, is Dynamo toepasbaar. En wat een heel veel gebruikte ook nog is, is de koppeling met Excel. In het voorbeeld zie je bijvoorbeeld een palenplan, waarbij de afwijkingen in een Excel worden ingevoerd en vervolgens worden deze ingelezen in Dynamo. En deze verschillen geeft Dynamo vervolgens door aan Revit. En die verschillen kunnen dan in parameters geplaatst worden of eventueel in het model zelf al aangepast worden. We kunnen bijvoorbeeld niet alleen Excel importeren, maar bijvoorbeeld ook CSV's of SAT-files, DWG's, 3D, 2D CAD. Het is allemaal mogelijk om die data daarvan te gaan verwerken in Dynamo. Dan komen we op de vraag van waarom is Dynamo geschikt voor jou? Een aantal punten waarmee Dynamo jou in ieder geval zou kunnen helpen zijn complexe ontwerpproblemen oplossen als je die zou hebben. Ook de simpele repeteeronderhandelingen, daar is Dynamo natuurlijk super geschikt voor. Het stelt je in staat om meerdere ontwerpen te onderzoeken. Heb je complexe geometrieën, dan kun je daar enigszins, of enigszins een heleboel intelligentie aan toevoegen aan je modellen. En gebruik je Revit, dan kun je Dynamo eigenlijk een beetje zien als een multi-tooling binnen Revit. Nou, mocht je in de analyses zitten, ook daar is Dynamo uitermate voor geschikt. Maar het belangrijkste, denk ik wel, is het automatiseren van veel voorkomende taken. Daar wil je zeker weten Dynamo voor gaan gebruiken. Ja, ik heb in een eerdere demo heb ik al een klein stukje van een advanced feature laten zien. En dat was een stukje design script. Je kan eigenlijk nog een klein stukje verder dan dat gaan. En zelf je eigen algoritmes gaan schrijven in bijvoorbeeld Python. In deze demo laat ik zien dat we lijsten gaan samenvoegen met standaard nodes. En ik laat zien hoe je dat eventueel ook zou kunnen gaan oplossen met behulp van een Python script. En daarvoor zal ik de bestaande even afsluiten. Nou, ik denk dat ik hem hier ook wel in kan openen. Open. Nogmaals, open in manual execution mode. Altijd een handige. En ik zal hem even full screen zetten. Nou, wat we hier hebben gedaan, is twee lijsten opgebouwd. En die vervolgens hebben samengevoegd weer tot één lijst. Nou, in het eerste stukje, dit zijn allemaal nog standaard nodes. In het eerste stukje een bepaalde range van 0 tot 100 met bepaalde tussenstapjes. Vervolgens heb ik daar een string van gemaakt. Dus een stuk tekst heb ik daarvan gemaakt. In het onderstaande lijstje heb ik van A tot Z wat gegenereerd. En die twee die komen samen in één lijst. Wanneer ik deze ga runnen, nou, ik kan hem eigenlijk al meteen op run drukken. Wanneer ik deze lijsten genereer, hier zie je lijst 1 van 0 tot en met 100, met tussenstapjes van 10. Het tweede lijstje is gewoon het alfabet. En die twee ga ik samenvoegen in één lijst. En die ene lijst bestaat uit twee sublijstjes, dus lijst 0 en lijst 1. Nou, op zich is dit nog niet zo heel spannend. Wat we namelijk kunnen doen, is die lijsten gaan samenvoegen. Dus ik wil het eerste item, in dit geval waarde 0, wil ik samenvoegen met een A. Vervolgens een 10, samenvoegen met een B. Daar hebben we een aantal manieren voor. Eén daarvan is gebruik maken van bijvoorbeeld een operator. En dan zie je dat hij als input heeft hij een x en vervolgens doet hij gewoon plus
een i. Dus de waarde van lijst 1, van item uit lijst 1, samenvoegen met een item uit lijst 2. Nou, dan zien we het lijstje komen, 0a, 0b, etc. etc. En hij stopt hier gewoon bij 100k. We hebben nog een methode. En dat is Dynamo, we hebben heel veel mogelijkheden. Namelijk met list combine werken. Dit is ook weer zo'n standaardnode. We pakken de input van één lijst, de input van een andere lijst. En we gaan een soort functie toevoegen van wat moet ik met die lijst gaan doen. In dit geval weer dezelfde operator ertussen gegooid. En ook hier zie je dat hij ze netjes gaat samenvoegen. Het nadeel hiervan, van deze list combine, is dat hij de complete lijst gaat pakken. Dus waar ik in mijn eerste lijst 10 waarden zat, tot en met 100, zie je dat hij hier ineens 0 waardes gaat geven, omdat mijn tweede lijst is veel langer dan dat, tot 26. Nou, dat zou een nadeel kunnen zijn. We hebben ook nog een methode 3, en dat is bijvoorbeeld met een string join. En daarbij vraagt hij, wat moet ik gaan samenvoegen en hoe moet ik iets ertussen voegen? Wat komt daartussen? Een separator. In dit geval zeg ik, er moet een underscore tussen komen. Ik pak gewoon mijn lijst en ik zeg 0 underscore a, 10 underscore b. Precies hetzelfde als de vorige methodes, behalve dat daar een extra underscore tussen geplaatst wordt. Handig bijvoorbeeld als je tekeningnummers of tekeningnummers wil gaan genereren. Nou zei ik natuurlijk van, we kunnen dit ook in Python schrijven, wat we hier doen. Hoe doen we dat? En hoe ziet dat er eigenlijk uit? Python node is niks anders dan dit. We hebben een input nodig en we hebben een output. En er komt precies hetzelfde uit als dat we net hebben gezien. Hoe ziet dat er dan uit? Wanneer ik hierop dubbelklik, dan moet er een schermpje tevoorschijn komen en die staat op mijn andere scherm. Dus die tover ik weer even naar voren voor jullie. En dit is een stukje Python. Nogmaals, als je net begint met het gebruik van Dynamo, dan kun je je prima redden met alleen de standaard nodes. Ik zou het dan ook echt niet willen aanbevelen om meteen al met Python te beginnen. Start daarmee als je gewoon gewend bent met Dynamo te werken, want het is toch wel een must. Je ziet dat er wat importregels staan. Deze zijn ervoor om een link te leggen tussen Dynamo en je design script, je notes, je Dynamo notes. Maar hier begint de fun. Namelijk, zoals je hierboven kunt zien in het Python script note, zie je in 0 staan. Dat wil zeggen, daar staat mijn input. En ik heb hier een waarde aangegeven. In 0, dat gaat naar mijn variabele list toe. Dus alles wat hier ingestopt wordt, dat bewaart hij onder een variabele. Vervolgens heb ik hier een lege lijst gegenereerd en die gemaakt. En die gebruik ik zometeen om te vullen. En die dient dan zometeen ook als output. Nou, wat hij dan doet, ik heb een list aangemaakt, ofwel mijn eerste lijst. En die vraagt dan, of die heeft als input list 0. Die hebben we eerder gezien in ons codeblokje. We kunnen namelijk items halen uit een reeds bestaande lijst. Vervolgens heb ik voor list B heb ik gezegd, oké, dat moet dan mijn tweede lijst zijn. En daarna gaat hij door die hele waslijst heen en dan gaat hij een handeling op verrichten. Wat doet hij dan? Hij gaat kijken voor ieder item in mijn eerste lijst, dus voor ieder stukje in mijn eerste lijst, en dat is bijvoorbeeld 0 en 10 en 20 en 30, ga dan wat doen. En wat moet hij dan doen? De lijst die ik reeds heb, die orderlist, weten jullie nog, die lege lijst, die moet hij gaan vullen. En daar hebben we een commando voor in Python, en dat heet dot append.
En vervolgens, waar moet hij dat dan mee gaan vullen? Hij moet die gaan vullen met een, ja, een combinatie. Namelijk de combinatie lijst A, het eerste item. Ofwel de 0. Vervolgens een underscore. Die zien we hierin terug. En vervolgens het item uit lijst B. Dus de A. Die moet hij gaan samenvoegen. Nou, er staan nog meer spannende dingen in. Namelijk het woordje str. En het str wil niks anders zeggen. Een string moet hij daarvan maken. Hij heeft namelijk een string nodig. Ik kan niet verschillende dingen bij elkaar gaan optellen en samenvoegen. Ik wil hier gewoon als output wil ik hier ook een string, ofwel een tekst voor hebben. Wanneer die heeft samengevoegd, en je ziet hier die waarde i staan, en hier zien we ook een waarde i staan, wat hij vervolgens doet, hij zegt, tel bij die waarde i, dat was eerst 0, tel daar gewoon een 1 bij op. En vervolgens gaat hij weer door die lijst heen. Net zolang totdat hij door die lijst heen is, heeft hij dat helemaal klaar. Dan geeft hij als het goed is een mooie output. En dat is namelijk out en dan other list. Dat was de lege lijst in het begin die we gevuld hebben met 4 items in list A. En wat er dan uitgespuugd wordt, is dit. Python is een niet al te moeilijke taal om te leren. Wel een stuk lastiger dan Dynamo. Maar waarom het wel handig zou kunnen zijn om Python te leren. En helemaal in combinatie met Dynamo. Is omdat er veelvuldig gebruik gemaakt wordt van zogenaamde packages binnen Dynamo. En die packages. Die vind je terug hierboven, hè, packages. En dan kunnen we zoeken op een pakket die door iemand gemaakt is. Alleen die packages, het vervelende daarvan is dat er heel vaak gebruik gemaakt wordt van Python code. En ik zal er eentje laten zien. Hier zien we bijvoorbeeld Archilab package. Misschien kennen jullie deze of misschien zien we hem nu voor het eerst. Maar in het Archilab package... daar zitten een aantal nodes in. En bijvoorbeeld een node combined by pattern. Ik heb hem hier al erin gezet. Ik zal hem even unfreezen. Op zich is dit nog niet zo'n heel spannende node. He, je ziet hij heeft een pattern nodig. Hij heeft een true of een false nodig. En vervolgens gaat hij iets van een lijst combineren. Soortgelijk aan het Python script wat ik hier heb gemaakt. Dit is een custom node en dat kun je zien, er zitten nog wat venstertjes achter dit node. Wanneer ik hierop dubbelklik, dan zie je een tweede tabblad dat geopend wordt. Hij heeft ook een andere extensie, namelijk .div. En hier zie je hoe zo'n custom node is opgebouwd. Nou, en hier zie je al terugkomen, Python script. Nou, stel je wil zo'n eigen script wat je hebt gedownload ergens... Wil je gaan gebruiken of aanpassen voor jezelf? Ja, en je weet niet zo heel veel van Python. Dan worden dit lastige dingen. Nu moet ik zeggen, deze is vrij eenvoudig. Als ik hier dubbelklik, namelijk. Hè, dit is precies hetzelfde Python script wat je net bij mij had gezien. Hij opent, hij zegt importeer iets. Voeg een referentie toe. Ik wil iets als input hebben, namelijk in 0. In 1 en vervolgens voer daar een bepaalde handeling op uit en geef dan een resultaat terug. Wanneer je dit voor het eerst ziet, en dit is nogmaals een relatief eenvoudig stukje scripting, kun je min of meer als je goed kijkt en regel voor regel, want zo werkt Python, hij pakt gewoon regel voor regel. Als je daar goed naar kijkt en bestudeert, kom je hier nog wel uit. Maar je hebt ook Python scripts die zijn 80 keer zo lang als deze. Die werken met definities, functies, noem maar op. Dus dan is het handig als je dit wil gaan gebruiken, dat je toch enige basiskennis hebt van Python. Daarmee wil ik in ieder geval het gedeelte voor deze
webinar afsluiten. We hebben regelmatig in ieder geval webinars en workshops en events die we organiseren. En binnenkort zien we bijvoorbeeld een webinar De Trends van 2018. We zien binnenkort, 25 januari, een Volt workshop. Een hele mooie. En op diezelfde donderdag organiseert mijn collega bouwspecialist George Dekker de volgende. Next Gen workshop. Zeker de moeite waard. Starten in ieder geval 's avonds. Beginnen ongeveer 5:30. En de laatste die ik wil benoemen is de BIM & B workshop. Beter BIM modellen maken. Die vindt op 22 februari plaats. En hierin ontdek je onder andere hoe 360 Glue, Navisworks, Collaboray handige tools zijn in ieder geval voor het maken van betere BIM-modellen. Kijk in ieder geval voor de upcoming events op onze site. Gewoon even cutcompany.nl/evenementen intypen. En daarin zie je al onze events die er komen. Daarmee wil ik in ieder geval jullie bedanken voor jullie aandacht. Het was een lange zit. Ik heb het geprobeerd om het enigszins nog wat simpeler te houden, begrijpelijker te houden. Wil je inhoudelijk veel meer weten, neem gerust eens contact met ons op. Dan kunnen we gewoon rustig zitten of even telefonisch overleg hebben wat de mogelijkheden zijn. Voor nu in ieder geval nogmaals bedankt en wellicht tot de volgende keer.